Mag ik? Oh mijn god, je bent echt gek. Weet je hoe vroeg het is? Ik ben net wakker. Je hebt lang geslapen, hè? Oh mijn god. Het is vandaag donderdag en we hebben alweer onze tweede nacht hier gehad. Dus eigenlijk is het weer tijd om in te pakken. We hebben het al ingepakt, net zoals op onze scooter, even aan het terugbrengen. En dan gaan we eigenlijk door naar onze tweede hotel. Daar heb ik echt heel veel zin in, want die is nog veel mooier dan hier. We hadden vandaag eigenlijk vroeg opstaan om ergens anders te ontbijten. We hebben hier echt lekkere keuzes. We hebben bijvoorbeeld pancakes, nasi, noem maar op. Ze hebben hier alles. Maar je hebt dus per dag mag je dus uit twee dingen kiezen om te ontbijten. Alleen zijn zowel Nessim als ik heel erg bezig met onze voeding op het moment. En willen wij niet ontbijten met nasi of met pancakes. Dus wouden we eigenlijk ergens anders ontbijten, maar hebben we niet gered. We hebben ervoor gekozen vandaag om alleen met fruit te ontbijten hier. Fruit is echt zo lekker hier, niet normaal. En ik heb nog koffie genomen en Nessim thee. Ons ontbijt zag er zo uit. En het uitzicht fantastisch. Ik heb me dus al omgekleed en we zijn hier een beetje aan het opruimen. Ik heb mijn tas ingepakt. Dan gaan we dus hierna naar nummer 2. En dat is ook een samenwerking. Dat heb ik al vermeld. En daarna is alles eigenlijk door onszelf geboekt. En ik heb ook echt super mooie hotels geboekt. Voor de rest moet ik zeggen dat ik gisteren dus gewoon 3 kokosnoten heb gedronken. Ik vind het zo lekker, die kokosnootwater hier. Het is echt een beetje mijn nieuwe verslaving. Veel beter, want ik dronk dus hiervoor Cola Zero en nu heb ik het vervangen door kokosnoot. Voor de rest weet ik niet goed wat ik van dit bandje moet vinden. Maar ik vind het voor Bali wel leuk. Aangekomen bij onze tweede bestemming. Ik heb een lekkere koffie. We gaan hier even ontbijten, want we hebben nog niet ontbeten. Een lekker ontbijtje, jongens. Thank you. Nessim zonder mushroom. En Mariama zonder potatoes. Kijk, zijn papa. Lekker hoor. Eet smakelijk. Jongens, deze kamer is echt zo cute. Het ruikt lekker, het is hier zo lekker fris. Heerlijk. Alleen één ding kunnen wij niet vinden. Waar is onze douche? Ik wil een grote wasbak, misschien kunnen we daar. Ik ga helemaal stuk. We zijn hier net langsgekomen, we stonden echt zo verschut. Wil je even laten zien waar onze badkamer is? Ja. Laat maar zien. The secret door. En dan heb je hier je scheiden. Dan kan je hier douchen. En hier maar heb je kijk hoe top dit eruit ziet. Even serieus jongen, we hebben gewoon een bad buiten. Wauw. En we hebben bij aankomst een healthy drankje gekregen. Zo, wij zijn hier ongeveer al een uurtje en ik heb mezelf even een beetje opgefrist. Ik had echt geen zin om haar te doen, dus ik heb het vast gedaan. Ik naar voren, ik heb zo'n haarbandje erin gedaan. Ik zou echt in Nederland nooit zo'n haarbandje opdoen, maar in Bali vind ik het eigenlijk wel leuk. Ik heb een heel simpel outfitje aan, ik heb een topje aan, maar ik ben heel erg verbrand, dus het doet een beetje pijn hier. Ik denk dat ik misschien straks een shirtje aan ga doen. Dit is een beetje de outfit. Mijn broekje is heel erg gekreukeld, maar dat boeit me eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik heb een topje van de H&M, gescoord in de sale, broek Zara. En mijn nieuwe slippers in het wit. Mijn voeten zijn hier wel een beetje te opgezwollen voor, maar ik vind ze heel erg bijpassen. Haarbandje ook van H&M. Ik ga even snel een foto maken in het hotel. En dan gaan we eigenlijk door. Zo, wij zitten inmiddels in de auto. En waar we nu naartoe gaan, is een kattenvilla, letterlijk vertaald. We gaan naar een catsvilla in Kangoo. Volgens mij is het een soort van opvanghuis voor katten. En daar zijn dus meer dan 100 katten aanwezig en daar moeten wij natuurlijk heen. Nessie mist Dina en Lia echt heel erg en ik natuurlijk ook, maar Nessie moet echt nog erger dan ik. En wij gaan nu lekker naar katjes toe. Wij mogen voer meenemen. Je hoeft er trouwens niet voor te betalen, je mag ze wel voor je geven. Maar het is echt een opvanghuis voor alle katjes in Bali. En ja, ik denk dat de volgende shot van ons een shot wordt met katten waarin wij heel irritant heel de tijd roepen. Kijk wat schattig. Wanneer je stem zo verandert als je een dier ziet. Vooral Nessie heeft dat. Een wijntje meenemen. Ze hebben echt heel mooie katten. Want ik heb het bij Marcia in de vlog gezien. Ze hebben echt heel mooie katten daar. En ik wil het allemaal knuffelen. Ik hoop dat daar binnen ook een beetje fris is.
dit zo heel vies warm is, dan om het kat om je heen. Jongens, kijk dan. Hier is het. Alleen we hebben geen katten voor. Oh nee, ik ben heel bang. Zo. Ik ben heel bang. Oh my god. Dit zijn zulke mooie katten. Is echt mooi, hè? Oh, wat mooi. Hi, schatje. Hallo. Het is zo geweldig. En ze liggen hier allemaal zo lekker te slapen. Wat heb je voor aan? Holland. Hallo. Hallo. Hey. Kijk naar dit gezichtje. Hallo. Kijk eens. Kijk dan. Oh, deze gaat uit de pot eten. Ik ga helemaal stuk. Hier, snoepjes voor jou. Lekker, hè? Lekker, hè? Oh, je hebt zo'n mooi tijgertje. Kom, maar eten. Oh, net een steentje eentje omgekiept. Ze heeft zoveel honger. Oh, dat is lekker, zeg. Och, hier. Oh, dat is zo leuk. Mm. Ik kan hem de hele dag eten geven. Ze staan ook echt letterlijk op mijn voeten. Ik ga stuk. Lekker ding. Wat is op mij dan? Chili. Oh, hé, hey, jij bent zo mooi, hè? Hier. Heel lief. Nessum is hier, iedereen te voeren. Iedereen komt naar hem toe, maar één kat valt me dus echt heel erg op. En dat is dus deze. En dat vind ik heel zielig en eng tegelijkertijd. Maar dat is dus deze kat. En voor de mensen die een beetje verstand van hebben, kan iemand me uitleggen waarom deze kat dus zo heel dat een beetje heen en weer zit te wiegen. Is ze gewoon oud of zo? Ik weet het niet, maar ik vind het ja, zielig. En we hebben haar een beetje water gegeven. Want ik dacht misschien heeft ze gewoon dorst of zo. Maar ze drinkt niet ook. Dus dat vind ik wel wat minder om te zien. Maar voor de rest, die katjes zijn zo leuk. Oh, ik heb wel stiekem een favoriet. Kijk deze. Lijkt op die Nari. Maar ik heb een favoriet. Deze? En dat is deze. Ze is zo sociaal. Hij. Echt zo sociaal. Overal waar je loopt. Kom deze achter je aan. Je bent zo schattig. Hi, wil je ook? Oh, nee, we zijn klaar met de katten. En we zijn even bij een tentje gaan zetten. Even mijn eerlijke mening over de katten. Ze hebben echt een heel leuke omgeving. Het zijn trouwens rescued cats. Dus katten die zijn, hoe zeg je dat? Katten die dus zijn gered, wonen daar. Zag er goed uit. Opvang zag er goed uit. Maar bij de ingang, we willen wel gewoon eerlijk en transparant zijn. Het leek wel echt een dierenvriend, de eigenaar ervan. Hij had zelf ook huisdieren, dus honden en bla bla bla. Maar we zagen dus ook een aap voor zijn deur. En dat vonden wij. Hij zat vast aan een ketting. Ja, hij zat vast aan een ketting. Dat vond ik nogal raar. Misschien is die ook rescued. Die moet niet echt conclusies trekken. En voor de rest hebben we dus ook aangegeven dat die kat zich niet goed voelt. Die ik niet zie. En toen kwam hij wel gelijk en toen had hij de kat een beetje gewassen, mond eruit opgekotst. En toen kreeg hij ook een prikje, was dat hè? Nee, hij kreeg medicijn, zeg maar, in zijn mond. Dus dat zag er ook wel goed uit. Maar voor de rest, ja, die apen en zo, daar krijg ik wel een beetje mixed feelings van. Maar het was wel echt iemand die van dieren houdt, want zijn hele huis... Ja, je zag allemaal dierenspullen letterlijk overal en voor zijn huis nog een kattenbak en honden. En er kwamen ook gewoon honden van buiten naar zijn huis. Dus dat is mijn eerlijke mening. En mijn eerste kokosnoot van de dag. Zo, ons eten is er. Ziet er een beetje apart uit. Dit is een tonijnsalade. Als je heel goed kijkt zie je tonijn. Nou, dit is dus een gerecht met prawns, garnalen. Broccoli met knoflook en we moeten nog één gerecht krijgen. We're waiting on the beef. Ik heb dus één les geleerd in Bali. En dat is als er achter een gerecht staat dat het pittig is, dat is het ook echt pittig. Of niet zoals in Nederland, mild. Maar het is echt pittig. Ik ga dood. Dit is zo pittig. Maar zo lekker. En Nessim salade. Thank you. Kijk hoe goed de salade eruit ziet. Niet normaal. En nu gaan we naar een boksschool in Canggu.
En Nessim gaat haar dus les volgen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is in Bali. Heb je er zin in? Hè? Heb je er zin in? Ja, ik ben gewoon benieuwd, man. Kijk. Het ziet er zo uit. Ik ben bang dat ik helemaal kapot van mijn word. Wat een man. Guys, het is tijd om te douchen. Lekker buiten. Ik vind het eigenlijk best wel eng. Nou, guys, ik heb het geprobeerd om buiten te douchen. Lukt niet echt, want ik heb geen warm water. Het is echt ijskoud, dus er komt iemand van de receptie zo kijken. Guys, ik heb gewoon in het koude water gedoucht, want ze zouden het fixen, maar het duurt te lang. En we willen gewoon door. Zo, we willen lekker gaan eten buiten. Het is al best wel laat, rond 8 uur. Dus ik heb gewoon gedoucht in koud water. Ik ga nu, ja. Heel heftig, moet ik zeggen. En Nessie gaat nu douchen. Ik laat het. Maar achteraf is het wel lekker, zeg maar. Toen ik erin zat, dacht ik verschrikkelijk. Oh, mijn schouders doen zoveel pijn. Guys, ik heb me net klaargemaakt na het douchen. Volgens mij zien jullie echt helemaal niks. Het is ook heel erg donker hier. Het is rond 8:30. We hebben ons even klaargemaakt. Ik heb mijn haar vast gedaan, want ik had echt geen zin in fun. Ik weet ook echt niet meer wat ik aan moet doen. Oh, zo'n hondje komt eten schooieren. En ik heb gewoon zo'n topje aangedaan van de H&M. Heel fijn en een heel fijn broekje ook van de H&M. Deze kennen jullie vast als jullie op vakantie gaan. Van die broeken zijn gewoon echt zo comfortabel zitten, maar ze zijn gewoon niet zo heel erg mooi. En ik heb een tasje van Mango mee. Deze is echt heel erg chill, jongens. En ik raad hem ook echt aan, want daar kan mijn mobiel in, daar kan mijn camera in, daar kan mijn pasje in. Gewoon perfect. En ik heb mijn Birkenstocks aangedaan. Veel fijne Birkenstocks. Zo, wij zijn nu onderweg naar Seminyak. Ik heb een zwart arm. Ik had notities gemaakt voordat ik naar Nederland ging. Met allemaal restaurants per regio dat we erheen gingen. Dus ik had bij Ubud wat neergezet, bij Canggu, overal waar we heen gaan. Heb ik dus neergezet welke restaurants eigenlijk worden aangeraden. En vooral restaurants die gezond eten serveren. En we gaan nu dus naar Seminyak. En waar gaan we eten met het ook weer? Sisterfield of Field Sisters. Ik weet het niet meer. Maar het is tenminste een tentje dat gezond eten serveert. Iets duurder stond er nog bij. Dat heb ik ook genoteerd. Yeah. Iets duurder. Maar daar gaan we dus nu heen. Nou, de hele tijd aan jullie vertelde dat ik een hele zoektocht heb gedaan naar restaurants. Nou, we waren even naar Sisterfield. Ik heb op het menu gekeken. Ik vond het niet zo gezond. Dus wij zijn nu bij Grilled. En dat is een gezonde burger tent waarin je dus een glutenvrije burger kan nemen, koolhydraatarm, alles erop en eraan. En die gaat Nessie nemen en ik ga voor de chicken Caesar salad met sweet potato chips. Jongens, dit is mijn salade. Heerlijk. Het ziet er goed uit. Dit is Nessie's gezonde burger. Broccoli en sweet potato chips. Lekker. Guys, ik heb nog nooit zo'n lekkere sweet potato chips gegeten. Niet normaal. Guys, wij zijn nu in een massagesalon. En we gaan weer voor een full body massage met aromatherapie. Echt zin in. Ik heb een massage gehad. Het was top. Mensen zijn zo grappig tijdens massage. Ja. Ik ga helemaal stuk, jongens. We hebben zo'n grappige chauffeur gehad. Hij zegt, ken je Nassim Mohammed? Dat is die bokser toch? Echt? Ja. Hij beweert, zeg maar, de chauffeur te zijn van alle bekende mensen zoals Leonardo DiCaprio. Wil je dat hij ons naar Ubud drinkt morgen of niet? Hij praat zoveel. Misschien. Hij was wel lief, maar soms heb ik gewoon geen zin dat iemand tegen me praat. Snap je? Maar hij beweert de chauffeur te zijn van alle beroemdheden die hier komen. Omdat hij dus een chauffeur is van een best bekende hotel in Bali. Hij heeft onze foto's laten zien. Het zag er ook echt heel mooi uit. Gee, die man heeft iedereen gebracht, man. Johan Cruijff, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson. Oh ja, en haar daughter. Dat is wel grappig. We gaan nu lekker naar het hotel en hopen nog een koffertje te kunnen scoren. Want ze sluiten hier allemaal echt rond 10 uur al. Deze hond is ons gevolg naar onze kamer. Ik ga stuk. Hallo. Hoi. Ja, lekker hè.